Ik ben Haapje Rijpstra, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in de gemeente Tietzerkstradeel. We zijn een grote plattelandsgemeente met 32.000 inwoners. En ook wij hebben heel veel kinderen die niet mee kunnen doen omdat er simpelweg te weinig geld is in het gezin. We hebben daar wat aan gedaan de afgelopen 4 jaar. We hebben een regeling bedacht waardoor kinderen een extra grote bijdrage krijgen voor het meedoen aan sport en culturele activiteiten. We hebben een computerregeling in het leven geroepen voor kinderen uit minimagezinnen die naar het voortgezet onderwijs gaan. En er is een bijdrage gekomen in de schoolkosten. We waren erg blij met de extra abotalegelden en hebben die dubbel en dwars ingezet om iedereen mee te laten doen, vooral ook kinderen.